Leuk dat je kijkt naar de Wielerflits Live. Deze week gaan we het onder meer hebben over de Hemmen Series, de topcompetitie en het criterium du Dauphiné. Dat doe ik deze week met onze vaste analist Michael Bogert, met Frank Quanten, team manager van Delta Cycling Rotterdam. En ook Jury Eins, onze Wielerflits redacteur, is aangeschoven. Ja, Michael, allereerst een leuk tweetje van jou vandaag. De huispakken voor de Tour de France alvast ingeslagen. Met... Oh nee, dat was Hoogland. Ik heb niks getweet. Nee, dat was Hoogland. Ja, nee, vandaag was de straatrace, mountainbike. En dan reed je ex-profs. Ik niet. Ik mocht niet rijden natuurlijk, nee, omdat ik geschorst ben. Maar ik was er wel uitgenodigd om te kijken. En daar kwam kijken. Je lokale dorpsheld, Roy Donders, tegen. Ja. Ja. De Hemmen Series dit weekend. Michael, vind jij het allereerst nodig dat het wielrennen verandert? Voor mij hoeft het niet te veranderen. Nee. Ik heb er ook niks op tegen dat ze zoiets organiseren. Maar nee, ik kijk nog altijd heel graag naar 250 kilometer Ronde van Vlaanderen. Ja. Frank, jij had wat twijfels van tevoren over het format van de Hemmen Series. De eerste editie is nu geweest. Zijn jouw twijfels weggenomen? Nou, kijk, ik denk dat ze de Hemmen Series zijn begonnen omdat ze willen, de ploegen willen eigenaar zijn van de competitie. En inkomsten daar vandaan, vanuit tv-rechten, nou ja, merchandise, sponsoring. En aan de andere kant willen ze een nieuw publiek trekken met een snelle koers. En ja, dan is het wel nog steeds zo dat het format lastig uit te leggen is, denk ik. Ja. Daar is nog wat te winnen. En supermooi dat het zo in Limburg kon. Ik zag allemaal sponsors van Sunweb, Team Sunweb voorbij komen. Dus blijkbaar zit er vanuit Velon en in Limburg hebben ze daar echt... Nou, een mooie pilot kunnen draaien met die partners. Maar ja, het publiek, toert toch 200-300 deelnemers. Ze hebben echt te weinig? Nog... Ja, als de Amstel Gold Race er 15.000 heeft. Ja. Dus het heeft een paar jaar nodig, maar ik hoop dat ze die tijd nemen. En ik denk, als je een commerciële organisatie als teams opzet samen om zoiets te doen, dan moet je een paar jaar vooruit. Ik vind het jammer dat dan Sagan niet rijdt of dat het team nou lid is of niet van Velon. En je wil dan meteen de eerste serie, de beste renners. Mooi dat Dumoulin er was. En volgens mij moet je zoiets, als je het nieuw publiek wil trekken, ook naar grotere omgeving brengen. Maar moet je dan, zeg maar, want het wisselt nu per jaar. Volgend jaar is het dan in Noorwegen. Tast dat dan ook niet het bereik aan van zo'n evenement? Zou het niet op dezelfde plek ieder jaar moeten zijn? Nee. Ik denk dat het gewoon het format van 3 dagen koersen, dat je dat op termijn zullen ze meerdere koers of op meerdere plekken willen zijn. En wat ik ook mooi vond, ze hadden 7 renners ingeschreven en 5 renners deden dan aan de koers mee. En die andere 2 die waren met kinderen bezig en het fietsen aan het promoten. Hè. Dus je hebt ook... Je kan ook wat meer doen dan rondom een normale koers. Maar na zo'n spannende Giro... heeft de Hemmen Series nog wel een paar jaar nodig, denk ik, om op dat niveau te komen. Laten we even kijken wat afgelopen weekend te zien was in Limburg. De innovatieve Hemmen Series vond een afgelopen weekend plaats in Limburg. Spektakel en spanning alom in deze nieuwe wedstrijdvorm, maar ook een aantal onduidelijkheden. Wat is er nodig voor een blijvend succes? Ja, Frank, je beantwoordde al eventjes. Is dat gewoon alleen tijd dat het nodig heeft? In ieder geval dat ze daar een paar jaar in durven investeren. Ik denk dat het format nog iets simpeler moet. Dat ze dus de beste renners aan de start willen hebben. Ja, dat is denk ik wel echt het belangrijkste, dat de grote renners komen. Nou, en dat het iets duidelijker wordt. Kijk, nu hadden we in het laatste shot ook dat het... je hebt achter de komma's, daar moet je gewoon mee stoppen volgens mij. Want daar wordt echt heel onduidelijk van als je 22,1 punt voor staat op... Ja, dat waarom kan het niet? Om uiteindelijk die puntentelling weer makkelijker te maken, of begrijpbaarder te maken. Ja, alleen als je dat dus houdt, dan krijg je een wirwar aan getallen, tenminste, vond ik. Waarom niet gewoon heel simpel hele getallen houden? Ja, maar als schaatsenliefhebbers in Nederland snappen wij dat natuurlijk. Hè, met achter de komma en punten die in seconden worden uitgedrukt. Maar ik zag Michael zag ik vrijdag ook en toen zei hij, wie heeft er eigenlijk gewonnen vandaag? Toen zei ik Betancourt. Ja, dus niet. En toen zei Michael, dat kan dus niet. Hè? Movistar heeft gewonnen. Dus ja, weet je, dan zie je al hoe dat misgaat. Het is even wennen. Maar ik denk mooi dat na zoveel jaren gesprekken, ik heb daar zelf ook nog bij gezeten 5 jaar geleden over hoe je als ploeg een competitie kan opzetten. Of in ieder geval mee kan doen aan het organiseren en eigenaar zijn van theater. Ja. Dat er nu eindelijk iets is. Ja, de eerste grote actie van Velon bestaat bijna 3 jaar. Heeft het iets lang geduurd voordat er wat uit voort is gekomen? Nou, weet ik niet. Ik weet dat Ivan Spekenbrink, die neemt zijn tijd omdat hij het zorgvuldig wil doen. En Richard Plug is erbij betrokken vanuit Nederland. Ik denk dat die dat ook rustig wil opbouwen. Ja, ik weet niet of dat te lang is. Ja. Er werd natuurlijk actie aangekondigd
Is dat naar jouw mening, Jury, ook voldoende geweest? Ja, ik denk dat we wel hele leuke wedstrijden hebben gezien. Ook door het feit dat er eigenlijk, zeker op die eerste dag, vanaf eigenlijk in de neutralisatie al die een beetje verkapt werd. Grote werd fout. Werd er al direct gas gegeven, waardoor sommige renners die achteraan, ik dacht dat je Dylan gesproken had, die zei was direct klaar eigenlijk. Ja. Dat het gewoon echt wel echt heel attractief gekoerst werd. Het is een pilot, maar kan het eigenlijk tussen 2.1 koers dat er dit soort fouten worden gemaakt? Ja, weet ik niet. Als renner wil je een veilige koers en denk Tuurlijk, ik een eerlijke koers. Tuurlijk, je maar je wil ook een normale neutralisatie. Dus ja, in principe mag dat niet gebeuren. En als zoiets gebeurt, dan moet je het volgens mij eventjes opnieuw neutraliseren. Ja, is dus niet gebeurd. Nee, maar hebben ze wel nog heel eventjes gepoogd, dacht ik. Maar daarna was het zoiets van, laat maar gaan. Dat was onbegonnen werk, want ik hoorde al dat renners als Danny Os met 70 kilometer uit het vertrek weggingen. Dan kan je wel bevestigd een beetje gezien. Klaar, zeker als 77 kilometer is. Je rijdt met kleine ploegen, dus je kan niks recht zetten. En door dat hele kleine poortje al op het begin. Nou, en ik denk dat die nieuwe concepten, die zie je al vanuit Engeland komen met de Tour Series. Hè, maar daar gaan ze echt de stad in. Dus dan doen ze dat in een stadcentrum. En Limburg is natuurlijk een grote wielerregio, dus ik snap het wel. Maar uiteindelijk wil je volgens mij naar grote steden toe. Als je een groot publiek wil betrekken en een grote toertocht. Dan moet je in San Francisco zitten en in Beijing zal ik niet noemen. Hè, wegens succes herhaald. Ja. Maar Londen. Hè, volgens mij moet je het echt naar de stad brengen waar je nog een leuk parcours kan. Maar hoeveel van die steden zijn er ter wereld? Nou, genoeg denk ik. Zat. Maar je moet ook wel een goed parcours kunnen neerleggen. Ja, daarom, ja. Welke van de drie wedstrijden vond jij het spannendst, Frank? Nou, ik denk dat het slot het spannendst was. Omdat je die het eerst over de streep komt, die wint, dat snap je dan. Ik denk dat de eerste koers, dat het wel, in Nederland hebben we het vaak over het NK dat het een flauwe koers is. Maar als je dat rondje zag. En dat was de beklimming op de Vaalse Berg. 11 keer daar overheen. Ja. Tom Dumoulin aan de start, grote publiekslieveling, wel maar één deelname voor hem. Ja. Jammer voor het publiek, maar aan de andere kant, in zo'n sprint stage heeft hij denk ik niet zo heel veel te zoeken. Maar in de chase des te meer zou je zeggen. Ja, oké, maar natuurlijk had hij misschien wel de behoefte om wat stoom af te blazen. Die mag je rustig gunnen. Volgens mij zei ik het je vorige week nog. Ik was wel heel verbaasd dat hij start eigenlijk. Ja, maar ik denk dat hij natuurlijk geen nee mag zeggen. Nee, dat was nu maar. Dit was er wel aan te komen. Dat zag iedereen wel aankomen dat hij niet daar 3 dagen ging koersen. Ja. Uiteindelijk een winnaar, dus Sky die de chase won en daarmee ook de eerste winnaar is van de MCV. Laten we even kijken naar ploegleider Servas Knaven. Ik weet niet of we de beste ploegentijdrit ooit gedaan hebben, maar er zijn allerlei dingen die meespelen natuurlijk. Dat is niet eens nodig om te winnen. Nee, uiteindelijk niet. Je moet als eerste over de streep komen. En dat is een beetje het concept hier. En natuurlijk een heel ander concept is dan we gewend zijn. Door 2 dagen goed punten te scoren, kom je vooraan in het klassement. En dan is vandaag alles of niks. Ja, het grote verhaal was natuurlijk dat de renners eigenlijk niet wisten hoe ze deze koers moesten aanpakken. Dat is natuurlijk de grote vraag, ga je dat bij een tweede keer ook krijgen? Wat denk jij, Jury? Daar zal het altijd al een stukje gecontroleerder zijn dan de eerste keer. Maar aan de andere kant, als je zo kort kunt koersen en er zijn elke ronde punten te verdienen, kun je wel elke ronde koersen. Dus ik denk wel dat het attractief blijft. In de chase, de wedstrijd van gisteren, werd er nog behoorlijk gesteerd. Had de jury daar harder moeten ingrijpen, Frank? Ja, ik denk dat het heel lastig is. In triathlon is het al lastig met individuen. En als je zo'n format hebt, harder ingrijpen. Ik weet niet, je zou misschien met wisselen of verschillende rijstroken moeten gaan werken of zo. Ja, maar je kunt hier ook niet in dit voorbeeld met 5 ploeg nachts kan rijden, dat gaat ook niet. Ja. En als je met 4 bij elkaar zit, dan is het ook lastig om niet achter elkaar te gaan rijden, zeg maar. Ja, dus ik denk dat je het probleem houdt in deze vorm. Ja. Wat zou ze dan moeten doen om het aan te passen? Misschien toelaten gewoon. Dat het erbij hoort. Maar dan krijg je gewoon pelotonvorming op tijdrit fietsen. Ja, maar dat krijg je nou, dat heb je toch al? Ja. Dat is logisch dat je dat gaat krijgen. Je kan niet van een ploeg verwachten wat hoe het wel kan. Ja. Maar dit is een momentopname, maar misschien 200 meter verder zitten ze wel bij elkaar in het wiel. Voor Lotto Jumbo betekende het wel, die als laatste werden gestart, dat hun toch een beetje de zegen werd ontnomen. Dit zei Mathieu Heijboer daarover. Ja, je zag dus dat het eigenlijk vrij snel in de soep liep. Er kwamen heel veel ploegen bij elkaar.
En ja, eigenlijk de ploegen gingen bij elkaar in het wiel zitten. En daardoor ging het natuurlijk vrij hard. Maar nou, het was eigenlijk geen eerlijke strijd meer. Voelt het als een ontnomen zegen? Nou kijk, dit is gewoon een testwedstrijd. En de eerste twee etappes zijn heel goed verlopen. En ook eigenlijk deze etappe voor de overwinning tussen Sky en Sunweb is heel spectaculair en goed verlopen. Maar zeg maar in het geweld daarachter, dus waar wij aan meededen, is het gewoon ja, reglementair niet goed verlopen. En ja, ik voel dat eigenlijk niet als een... ik denk wel dat we een heel sterke ploeg hadden en misschien wel inderdaad zonder die tijdstraf de rit had kunnen winnen. Maar ja, hoe de race is verlopen, kan je daar eigenlijk niet meer van praten. Ja, wat vind je van deze reactie, Joeri? Ja, een beetje politiek correct eigenlijk. Nou, ze krijgen 5 minuten tijdstraf en verliezen daardoor de race. Ja, oké, maar aan de andere kant ja, had het volgens mij niet superveel uitgemaakt. Want ja, natuurlijk win je hem wel, maar... Ja. Nou, het feit dat ze zo reageren betekent wel dat er toch in ieder geval een beetje gewicht aan die eerste editie wordt gehouden. Snap je dat? Ja, ik snap dat wel, omdat zij volgens mij wel heel erg... dit willen, deze ploeg wil dat ook heel erg uitdragen dat dit het nieuwe wielrennen is. Dus ja, als je, dan ga je niet natuurlijk het gelijk zelf afschieten. Maar ik vind 5 minuten tijdstraf wel erg veel. Ik bedoel, als jij als laatste startje haalt iedereen in. Ja, en als vervolgens iedereen in je wiel gaat zitten. Ja, dan kan jij toch niks aan doen. Ik bedoel, ik vind dat, daar volgens mij gaan we nog langzamer van rijden. Je moet bonus krijgen. Ja, die sprint van Sunweb en Sky op het eind. Ja, ik zat daar. Er werd wel geapplaudisseerd om het spektakel dat daar te zien was. Is dit wel de goede weg waar ik naartoe moet, denk jij, Frank? Nou, ik denk sowieso korte wedstrijden, dat een succes was. Hè, als je kijkt naar vrijdag en naar zaterdag. En de baan naar de weg brengen is eigenlijk wat ze hebben gedaan. Ja, ik denk dat is waar het naartoe moet. Of dat die finale dag... ze willen heel graag dat het... het is een teamwedstrijd, een teamklassement. Dus dan is een ploegentijd of een chase een logische vorm. Misschien zou het eerder beter een estafette zijn, zoals bij het zwemmen. Dat je dan in ieder geval met individuen zit die bij elkaar steren. In plaats van hele ploegen. Ja, veel mensen die... Dan krijg je toch weer een verkapte ploegentijd weer. Als je met individuen omste beurt een rondje doet. Ja. Nee, als je als één renner steeds gaat... Ja, zo op die fiets. Ja. Ja. Nu is het wel dat een hoop renners die ik daar sprak... die maar niet begrepen dat de winnaar die als laatste over de finish komt... Ja, niet de winnaar van de wedstrijd hoeft te zijn. Zal het misschien nog even nodig hebben voor het publiek om... te begrijpen hoe zo'n format werkt? Zouden ze daarmee kunnen doen om wat... Nou, in ieder geval, Frank noemde net al de wat ingrediënten van de baan naar wat ze wel van de baan kunnen overnemen. Als je bijvoorbeeld het Omnium hebt, dan heb je om de zoveel minuten de tussenstand in beeld en de punten die gepakt worden door de renners, zeg maar. Dat had van mij afgelopen weekend iets frequenter in beeld mogen zijn. Want sowieso die vrijdag had ik af en toe het idee, ja, wie staat er nu eigenlijk bovenaan? Dat kwam uiteindelijk wel, kon je het via een aparte website volgen, maar dat wil je natuurlijk gewoon op één scherm zien. Maar conclusie hier aan tafel is, moeten nog stappen gezet worden, maar wel goed voor de wielersport? Is dat de juiste conclusie, Frank? Ja, nou, supermooi experiment. Ik bedoel, ik ben ook blij dat de Dauphiné weer begonnen is. Het wordt denk ik ook een hele mooie koers. Maar nee, het is mooi dat de ploegen dit initiatief hebben genomen en laat ze het maar bewijzen dat het vruchtbaar of houdbaar is eigenlijk. Ja. Volgend jaar naar Noorwegen en ook weer gewoon in Limburg. Ja, en als ze die kinderziektes eruit haalt, denk dat je gewoon, wat Frank ook zegt, een heel leuk, super attractief format. De transfercarousel die begint ook een langzame opstap te komen. Zijn weliswaar pas halverwege het seizoen. Christophe Vogelsang, Viviani al genoemd. Welke vind jij de meest opvallende, Joeri? Ja, dan toch Christophe. Omdat Viviani in die zin toch minder kopman is. En datzelfde geldt voor Vogelsang bij Astana. Maar dat Christophe natuurlijk wel eigenlijk het uithangbord van de Katjusha-ploeg is, samen met Zakarin. Maar ja, als die verkast, zou ik dat toch wel iets schokkender vinden tussen aanhalingstekens dan wanneer Viviani of Vogelsang vertrekken. Ja. Michael, hoe ging dat bij jou? Wanneer begon jij al te praten over eventuele contractverlengingen? Dat scheelde nogal per periode. Maar ik heb wel eens in januari al getekend voor de jaren, voor 3 jaar zeg maar. Maar ook mei meestal. Na het voorjaar meestal ging ik praten met Raas. Ja. Zijn jullie al bezig bij Delta Cycling met het volgende seizoen? Nou, zeker met jonge jongens ga je kijken. En de renners die nu in het team zitten, die hebben allemaal in juni, dus deze maand, een evaluatie. Of begin juli, op basis van wat ze in de winter als doelen gesteld hebben en afgesproken hebben.
Dus dan komt ook aan bod van hoe ziet jouw toekomst eruit? Is dat bij ons of gaan we een andere route bewandelen? Ja, bij Sunweb wordt er morgen groot nieuws aangekondigd. Nou, als we de Telegraaf moeten geloven, die weten in ieder geval zeker, wordt al dat Tom Dumoulin bijtekent. Is dat de goede ploeg? Is dat een goede stap voor hem om gewoon te blijven waar hij zit? Tuurlijk. Ja. Ja, ze hebben daar super naar zijn zin, hij presteert goed. Ja, dan ga je niet ergens anders zoeken. Hij moet daar gewoon lekker blijven fietsen. Mee eens, Jury? Mee eens. Ik denk als zij in het gebergte nog iets meer renners aan kunnen trekken, iets meer klimmers, dat ze in de toekomst gewoon echt een hele sterke ploeg kunnen bouwen rondom Dumoulin voor de grote rondes. Wordt nu wel misschien wel de grote ploeg rond Dumoulin als ze over Sunweb hebben? Ja, maar ja, logisch hè. Ik bedoel, als jij de Giro wint en je kan grote rondes winnen, is het logisch dat ze om jou een ploeg gaan breien. Maar ik denk als je Dumoulin gewoon het voorjaar laat rijden, dat hij ook in de klassiekers heel goed tot zijn recht komt. En ja, dat ze op ieder vlak wel kunnen meespelen. Ik denk niet dat ze heel erg nu gaan inzetten. Natuurlijk gaan ze inzetten op het rondewerk, dat is logisch. En Dumoulin zelf ook. Maar ik denk dat Dumoulin zelf ook nog wel een voorjaar wil blijven rijden. Dat heeft natuurlijk ook gezegd. Wil nog wel eens zelfs de kasseien gaan betwisten. Ja, ja, en ze hebben natuurlijk, moeten ook niet vergeten, een jongen als Michael Matthews nog onder contract staan. Ja, het is gewoon ook een goede renner die ook nog wel zijn resultaten gaat boeken. En dan hebben we het misschien helemaal. Ja, natuurlijk houden we het altijd over Dumoulin, maar dan hebben we het misschien weer over de breedte van de ploeg en niet zozeer over één persoon zelf. Nou, ik vind het heel knap dat je dus eerst met Kittel een sprintersploeg hebt, dan met Degenkolb een klassieke ploeg en op het hoogste podium meedoet. Hè, dus eerst ritzegers in de grote rondes, dan de monumentenklassiekers en nu een grote ronde. Dus Iwan zegt, Spekenbrink zegt zelf altijd, ik wil niet te groot budget, of zei hij in het verleden dan, want dan moet je keuzes maken en focussen. En volgens mij is dat, doe je dat ook nu door met Dumoulin verder te bouwen. Is dat ook niet gewoon door om een beetje geluk te hebben dat je van die wereldtalenten in je team krijgt? Ja, maar dat is niet voor niks, denk ik. Nee, maar je krijgt Kittel in je team, dus wordt het een sprintploeg. Je krijgt Degenkolb heb je in je team, dus wordt klassiekers. En nu met Dumoulin de grote rondes. Nou, het is deels geluk, maar ik denk ook dat als je dus niet de budgetten hebt van Sky, waar het vaak over gaat, dan moet je dus met één of twee of drie renners kun je in de World Tour meedoen. Als World Tour team. En dan moet je goede keuzes maken. En ik denk wel dat ze goede keuzes hebben gemaakt. Kijk, dat Kittel als tijdrijder wordt binnengehaald en uiteindelijk een sprinter wordt. En dan kun je zeggen, ze verdiensten van de begeleiding of van Kittel zelf. Of een beetje geluk. Ja, het zal een mix zijn, denk ik. Ja. Dan wordt ook een beetje een terugkerend item wekelijks nu. Mathieu van der Poel, die... Ja, die blijft winnen. Waar die start goed rijdt. Jury, dit keer in Frankrijk. Ja, eigenlijk in de eerste, of in de proloog wordt hij derde. Nou ja... Goede prestatie op zich, was wel grappig. Hij had een jaar lang niet op zijn tijdritfiets gezeten. Proloog van Boucle de la Mer in het vorig jaar was de laatste keer dat hij erop zat. Dus ik vond het eigenlijk best wel, wel straf dat hij al gelijk derde werd. Rit daarna wordt hij tweede en die laatste twee wint hij eigenlijk. Ja, dus ja, wat kun je er verder van zeggen? Een hele goede ronde, denk ik. Nou, dit komt natuurlijk wel weer die terugkeer in de vraag. Moet hij niet gaan overstappen naar de weg? Als je ziet welk deelnemersveld hier reed in Boucle de la Mer, was niet dermate hoog. Dus ja, hij zelf zei voor het seizoen, ja, ik wil eerst in die rittenkoersen gaan kijken hoe ik het daar red. Maar ja, als hij op dit niveau die rittenkoersen blijft rijden, dan kan ik vast voorspellen dat hij er nog vier gaat winnen bijvoorbeeld dit seizoen. Maar ja, het had gewoon mooi geweest als bijvoorbeeld stagiairs World Tour koersen hadden mogen rijden. Dan had hij per 1 augustus bij een World Tour ploeg stage kunnen lopen en bijvoorbeeld de Bing Bang Tour kunnen rijden. Dan had ik dat Ja, maar stagiair kan natuurlijk ook nog andere niet-World Tour wedstrijden die hoog aangeschreven staan. Nee, klopt, maar die zou hij met Beobank Corendon ook kunnen rijden. Dus ik denk niet dat veel... verschillen. Maar bovendien gaat hij ook weer crossen begin september in de States. Dus ja, dan gaat het alleen om de maand augustus. Maar ik vind wel jammer dat het altijd bij hem gaat over, of altijd, dat het vaak bij hem gaat over wat hij niet serieus doet, hè, met zijn tijdritfiets en met zijn voeding. Maar ik denk dat het ook hem als een renner zou helpen en renners die iets minder talent hebben misschien, om te laten zien wat je juist wel doet. Want die jongen moet er ook voor leven. Die kan niet zomaar op zijn fiets stappen en goed rijden. Dus voor de toekomst ook zou ik zeker vanuit... hemzelf ook gaan communiceren van kijk wat ik wel doe. En nu zet je renners te kakken die wekelijks op een tijdritfiets rijden. Zo van ik... Ja, maar het is toch ook... Het is meer zo dat hij... tenminste, dat gevoel heb ik dat hij gewoon geen tijd heeft om op die fiets te rijden. Omdat hij investeert in andere doellijnen. Ja, precies. Maar goed, Michael, is het belangrijk om dat soort beeldvorming wel mee te geven? Ja, daar ga ik wel in... Daar ga ik wel een beetje in mee. Aan de andere kant denk ik dat hij woont bij mij in de buurt. Dus ik zie hem wel geregeld. En
die leeft zo verschrikkelijk voor zijn sport. Ja. En het is natuurlijk wel grappig als je een beetje zo overkomt als zijnde dat het allemaal heel spelende wijs makkelijk gaat. Maar het is natuurlijk een supertalent die heel veel voor zijn sport over heeft. En kijk, bij Adrie was het, bij zijn vader was het andersom. Dat was een trainingsbeest puur sang. En dat was ook een soort, dat wordt ook een soort hype dan. Weet je, ja. Een mythe van die trainde 11 uur per dag, bij wijze van spreken. En dat weet je, daar heb ik het wel eens met Adrie ook over gehad. Die zei van ja, dat was helemaal niet zo. En ik reed altijd binnen bladje 16 of weet je, dat wordt gemaakt. Maar. Wat Frank zegt, weet je, er zijn geen renners op de wereld die vanuit het niks, die met niks doen, grote koersen winnen. Nee, maar het zijn er wel maar weinigen die winnen. En die blijven winnen waar ze ook starten, in welke discipline ze ook starten. Wat hij doet is gigantisch. En ik denk ook dat hij, wil hij echt op de weg iets gaan doen, dat hij wel binnenkort moet gaan investeren in zijn wegcarrière. Op welke termijn? Nou, ik denk dat dat wel snel moet. Als jij grote klassiekers wil winnen, dan moet je die... Weet je, daar draait het alleen maar. Toevallig had ik het er vandaag over met een paar ex-wielrenners. Hadden we het over Van der Poel. En nou, we kwamen eigenlijk allemaal tot de conclusie. En ik denk dat zijn vader dat zelf ook wel inziet. Dat is natuurlijk heel slim. Dat in klassiekers draait het om de motor. Weet je, je moet die kilometers hebben en je moet hardheid hebben. En een koers van 155 is totaal iets anders dan van 265. En er zijn er maar heel weinig die uit stilstand... een groot klassieker winnen. Dus dan moet je gewoon de tijd voor nemen om dat in je systeem te krijgen. Dus ja, dan ga je niet te lang moeten wachten. Frank, jij hebt een ploeg waar jullie renners steeds beter proberen te maken. Wat zou jij met zo'n Mathieu, als je over hem zou waken, voor plan uitstippelen? Nou, ik denk dat je met een renner moet kijken wat hij zelf wel belangrijk vindt en leuk. Hè? Dus er is geen route van A naar B die rechtdoor gaat. Maar je moet eigenlijk zo'n renner volgens mij zelf met een plan laten komen voor 3 tot 5 jaar vooruit. En als je hem zover hebt dat hij dat een renner dat doet, hè, misschien doet hij dat dus wel, dan moet je als ploeg daarin ondersteunen. Maar is het bij hem, voor zo'n jonge gast, realistisch om dit vooruit te plannen? Op de mountainbike, op de veldritfiets, op de wegfiets, overal winnen? Hij doet wat hij leuk vindt, dus dat is, hè, dat is volgens mij al heel belangrijk als je jong bent. En ook als je wat ouder bent, maar wel zeker als je jong bent om het zo te ontdekken. Maar als iemand zo'n plan zou inleveren bij jou, wat denk je dan? Nou, meerdere disciplines zijn volgens mij heel goed voor de ontwikkeling van een jonge renner. Je ziet het op de baan, wat de baanrenners zijn. Die kunnen vaak, zeker die achtervolging rijden, kunnen 4-5 minuten enorm vermogen trappen. Jongens in het veld, die worden behendig, die kunnen een uur lang hard fietsen. Dus ja, op een gegeven moment moet je gaan specialiseren. Of dat je nou Daphne Schippers bent of Mathieu van der Poel. Als je in die World Tour op het hoogste niveau mee wilt doen, op de Olympische Spelen. En in welke fase bij jou binnen het team wordt die knoop doorgehakt van nu is de tijd te specialiseren? Ja, bij ons gaat het dat om als een jongen zo dicht aan het groeien is dat hij op de deur aan het kloppen is van profploegen. Dan moet je wel als wegrenner daar volledige focus op leggen en is de rest in dienst van. Van der Poel doet dat al eventjes. Waarom denk jij dat die knoop bij hem nog niet is doorgehakt? Goh, ik vind dat heel moeilijk. Ik zou het bij God niet weten. Ik denk dat hij ten eerste verdient hij super salaris in het veld. Het gaat hem goed af. Ik denk dat ze gewoon zelf zoiets hebben van ja, het komt wel, weet je, de weg. En ja, misschien heeft hij niet echt die ambitie om hele grote koersen te willen winnen, zeg maar. Misschien ligt ze gewoon zo'n gevoel. Maar spreekt hij niet uit? Hij blijft zeg er ook. Van de week wel, zeg maar, toen hij die rit in België ook won, dan zegt van ja, een wegkoers winnen is toch iets anders. Die euforie, zei hij, die is dan toch op een manier groter, omdat het dan waarschijnlijk, denk ik, moeilijker is. Tuurlijk. Al moet ik zeggen dat ik het wel mooi vind dat hij is gaan mountainbiken. Je komt er ook pas later achter op de weg vaak, hè? Als je niet zo'n solo hebt als in het veld, dat je gaat winnen natuurlijk. Nou ja, dat is zo. Misschien is daardoor de euforie, dat moment dat komt, wel groter. Ja. Dan de herverkiezing van de UC, of eind dit jaar is die verkiezing. Is het belangrijk dat er een grote verkiezingsstrijd losbarst, Frank? Nou, zo groot als de vorige keer hoeft niet, denk ik. Ja, dat is een beetje een grote klucht. Ja. Maar kijk, Koeksen, allereerst denk ik dat als UCI is heel moeilijk een bond. Je bent een soort overheid, ja. Je bent verantwoordelijk voor infrastructuur, voor regelgeving, opleiding. Nou ja, probeer het maar eens goed te doen. Ik geloof dat Koeksen de vorige keer heeft hij beloofd dat hij het antidoping onafhankelijk zou maken. Transparantie, vrouwenwielrennen, hervorming van de World Tour. Ja. Veel van die punten komen weer terug. Is de huidige 6-puntenplan?
Ja, en hij heeft natuurlijk een paar missers gehad. Hè. Ik denk met Astana was mis, ja. Of dat een communicatie is of de regels, dat weet ik niet. Ja. Qatar was, was denk ik een grote misser voor de UCI. En die hervorming van de World Tour vond ik ook meer... Niet onomstreden geweest. Meer wedstrijden. Nou, dat zou juist minder worden, maar het werd meer. Ja, hier zien we wat hij ongeveer wil doen. Ik denk met name punt 3 dat in Nederland ook een breed gedragen punt is, het gelijk krijgen van het vrouwenwielrennen. Nu zij de eerste die zich meldt. Is het belangrijk dat er in ieder geval tegenkandidaten gaan komen voor september? Ja, ik denk dat je bij een verkiezing in ieder geval iedereen wil zover. Hè, ja. Dat je mensen die lid zijn van een bond iets te kiezen wil. Ja. Of dat je nou lid bent van een sportvereniging, mag je ook bij de algemene ledenvergadering een voorzitter kiezen. En dat is denk ik bij een bond ook belangrijk dat er iets te kiezen is. Ja. Dit programma, ik vind punt 4 nog wel interessant. Kom op voor de fiets als transportmiddel en vrije tijdsbesteding. Dat is ook een beetje wat jullie doen. Dat doen wij bij Delta natuurlijk ook voor de Rotterdammers. Omdat ik die fiets, of dat het nou over gezondheid, mobiliteit of sport gaat, komt die altijd terug. Dus die fiets als middel, want hij zegt kom op voor wielrennen. Ja. Maar dat is eigenlijk de fiets als middel inzetten. Dat vind ik interessant. Maar ik hoop dat er iets te kiezen is, want dan kan de sport ook meebeslissen. En dan kun je niet zeggen over 3 jaar als er foute beslissingen worden genomen van ik heb niet kunnen stemmen. Net zo. Michael, heeft het jou ooit geïnteresseerd tijdens je carrière, dit soort? Nee, echt niet. Nee, daar was je echt niet mee bezig. Pas na mijn carrière, toen met die schorsing en zo, toen ben ik me toen dacht van laat eens kijken hoe het in elkaar steekt. Hoe werkt dat nou bij de UCI? Nee, ben je achtergekomen? Daar ben ik zeker achtergekomen, ja. Goed, er werd gisteren ook een paar honderd meter of een paar kilometer van de Hemmer Series gekoerst in de topcompetitie, Ronde van Limburg. Laten we even kijken naar de finale daarvan. Je kijkt naar de finale van de Ronde van Limburg, de 5e wedstrijd in de topcompetitie. Een uitgedund peloton van een man of 30 rijdt naar de finish in Genoud. En één renner weet nog te ontsnappen. Jarno Gemelig-Meiling heeft een kleine voorsprong en houdt stand. Jarno Gemelig-Meiling wint de 67e Ronde van Limburg. Vlak daarachter wint Arvid de Klein de sprint voor Tijm en IJsing. Ja, Ronde van Limburg. Wat moet ik zeggen? Ik had het echt nooit verwacht. Het is echt, deze koers wil ik al 10 jaar winnen. Dat het nu lukt. En dan zo op deze manier alleen. En dat je dan wegrijdt op de laatste klim Atsteeg. Ja. Dat is mooi. Ik ben blij. Juri, verrast met deze naam? Ja, in die zin. Ik heb de voorbeschouwing voor deze wedstrijd geschreven. Ik had hem niet tot de favorieten gerekend. Wel wilde ik hem eigenlijk opnemen in het lijstje met outsiders. Die is bij mij meestal wel redelijk groot, omdat ik vind dat er altijd... Je wil gewoon zeggen dat je hem toch in het vizier had. Nou ja, al langer. En ik heb hem al vaker als outsider genoemd. Maar eigenlijk maakte hij dat nooit waar. Dus hij was een van de laatste op mijn lijst dat ik denk, nou ja goed, nu een keer niet. Want ja, en dat hij hem dan net wint. Ja, ik moest wel even lachen toen ik... Toen ik het pop-upje op mijn telefoon kreeg, Gemelig-Meiling wint de Ronde van Limburg. Ja. Vlak voor de uitzending sprak ik met de topcompetitie-redacteur Daan van den Berg. Daan, in de sprint om de tweede plek zagen we nog een hoop sprinters aanwezig. Was het parcours niet selectief genoeg? Nou, misschien de wedstrijd niet selectief genoeg. Je doelt natuurlijk een beetje op Arvid de Klein. Ja, ik denk dat hij daar de koers had kunnen winnen. En ja, dat is toch wel jammer dat de wedstrijden dan voor, ja, in zijn geval zo gelopen is. Ja. Want het bleef lang bij elkaar en het was bijna een gecontroleerde sprinterskoers. En ik denk dat dat wel behoorlijk aan het klassement lag, dat er zo werd gereden. Ja, want kwam het ook gewoon door het goede weer? Ik bedoel, met heuvels als de IJzerbosweg, Kouberg, zou je zeggen, zware mannen als een Arvid de Klein en met name Tijm en IJsing, die zouden daar dan moeten lossen. Was niet het geval? Ja, nee, het lag niet echt aan het weer. Vorig jaar was ongeveer hetzelfde weer en toen werd het op de IJzerbosweg helemaal uit elkaar gereden. Nu lag het vooral aan de ploeg van de leider, de ploeg van Robert de Greef, het Babydump Cycling Team. Ja, die controleerde eigenlijk de koers, waardoor dus er 3 man wegreden. En dat was echt zo'n, gewoon een typische vlucht. Die kregen een minuutje voorsprong, niet meer en niet minder. Werden uiteindelijk ingerekend. Ze behouden daardoor wel de leiderstrui. Maar verliezen misschien wel de wedstrijd. Want als ze het echt dicht bij elkaar hadden gereden en in de finale nog wat mannetjes over hadden om, de winnaar in het peloton te houden, dan had Arvid de Klein misschien wel voor de winst kunnen sprinten. Ja. Maar goed,
trui nog in de ploeg. Dus wat dat betreft missie geslaagd. Ja, zeker. Hun missie is geslaagd. Hij is zelfs uitgelopen, Robert de Greef. Hij heeft punten gepakt, sprinten naar een achtste plek. En ja, daardoor pakt hij wel punten en staat hij dus nog beter aan de leiding. Ja, terwijl in de wedstrijd, ik bedoel, de kansen zijn nog open wat betreft de winnaar met nog drie wedstrijden te gaan. Ja, zeker. En zeker met de twee tijdritten op komst. Eerst de klimtijdrit en dan de gewone tijdrit, de lange tijdrit. Ja, ik denk zo'n Adriaan Jansen, die heeft in het verleden al bewezen dat hij een goede tijdrijder is. Het is even afwachten wat Tijmen IJsing kan doen, want die heeft zich nu behoorlijk wat punten toegekend. Dus het is even afwachten wat die gaan doen. Maar Adriaan Jansen is een goede tijdrijder. En voor Robert de Greef is het even afwachten hoe hij het tegen de klok doet. Goed. Wie verwacht je dat topcompetitie gaat winnen? Ik denk dat op dit moment nog steeds Adriaan Jansen de beste kaart heeft. Wat ik net al zei, met de twee tijdritten op komst. Maar ik denk dat Robert de Greef misschien ook nog wel kan verrassen. Ik denk dat het tussen de Greef en Adriaan Jansen zal gaan. Goed, die eerste tijdrit op de Vaalseberg is spoedig, dus we gaan het zien. Dank voor je tijd, Daan. Dankjewel. Ben je het mee eens, Jury? Adriaan Jansen als topfavoriet? Dat denk ik wel, zeker met de positie waarin hij nu staat. En ook gezien zijn tijdrijderscapaciteit. Vanmiddag nog gekeken. De laatste keer dat de Greef echt een serieuze tijdrit gereden heeft, is 2 jaar terug. Dus ja, dat is lastig om te zeggen. Maar aan de andere kant, Jasper de Laat het bijvoorbeeld vorig jaar ook 5e op de kamer. En die had bij mijn weten ook nog nooit een echt serieuze tijdrit gereden. Nou, de Greef ging vorig jaar voor de bollentrui. Dus die reed de kamer de eerste kilometer. Reed hij alles, gaf hij alles. En daarna is hij niet meer in zijn. Nee, als tweede was hij boven. Dus dat is ook anders. Maar ik denk dat Daan terecht punt maakt dat die topcompetitie is natuurlijk een lange etappekoers. En die wordt op een manier gecontroleerd. Dat hebben wij vorig jaar dan gedaan met de trui van Vermeld voor Ten Bol. Ja, dat het soms wel eens jammer is voor de koers. Maar hoe komt het dat het dit jaar zo onvoorspelbaar is wie er wint? Nou, ik denk dat het peloton heel erg aan elkaar gewaagd is. Je ziet in de top 10 staan 3 beloften. En de rest zijn allemaal sterke oude gasten. Zo'n winnaar van gisteren. Ik weet dat... We hebben het algemeen klassement. Ja, dat Jarno, als je naar de Volta Classic kijkt, dan rijdt hij daar ook elk jaar top 30. Hè. Dat vind ik altijd een mooie graadmeter om te kijken hoe die jongens tussen de profs doen. En hier staan gewoon jongens tussen die al jaren... Maar wel met heel weinig renners waarvan je zo meteen aanwijst, die is profwaardig. Ben je het daarmee eens? Wat bepaalt het dan als je profwaardig bent of niet? Nou, het is renners die er bovenuit steken. Maar ben je dan profwaardig? Ik bedoel, als het dicht op elkaar zit, dan... En het is heel spannend, het zit dicht op elkaar, dan zou je de winnaar tekort doen dat die niet profwaardig zou zijn. Ja, maar was dan vorig jaar het niveauverschil groter? Nou, ik heb wel het idee dat die topcompetitie leeggevist is de laatste 2 jaar. Dat de pareltjes er... Of er al uit zijn is misschien een groot woord, maar dat... Zoveel zijn er denk ik niet overgegaan. Nou, toch wel redelijk wat jongens die uit de topcompetitie de laatste 2 jaar die overstap hebben gemaakt. Zeker vorig jaar. Maar Frank, vind jij dan dat het niveau gelijk is gebleven ten opzichte van vorig jaar? Ja, dat vind ik moeilijk om te zeggen. Ze zitten dichter bij elkaar. Dus misschien zijn ze beter dan vorig jaar of misschien minder. Ik vind wel dat in de koersen, dat ik het gevoel heb dat er minder jongens het verschil kunnen maken. Omdat ze zo dicht bij elkaar zitten. En in de tijdritten zullen we het zien. Ik denk dat het mooi is dat het de derde jaar hetzelfde parcours op de Kamer is. Dat je kan zien van hoe verhoudt zich dat peloton nou ten opzichte van vorig jaar. Maar het is wel een interessant punt, want is nu de top breder geworden of minder mensen die er bovenuit steken? Ik denk het laatste. Zeg mijn gevoel. Wat denk jij, Michael? Ja, ik vind dat heel lastig om te zeggen. Ik ga dan nu even terug naar die andere 2 edities dan, waar de winnaar een contract bij Roompot kreeg. Ja, Kasteleins was niet dat hij er onwijs ver bovenuit stak. Dat idee had ik niet. Toen was het ook nog een beetje nieuw dat ze echt gingen rijden voor een klassement omdat je een contract kon verdienen. Ja, verleden jaar was het toch ook spannend tot de laatste dag. En, zeker. Zakte Van Melfort er zowat nog doorheen. Weet je, was het ook heel close. Weet je, dan kon hij hem ook nog verliezen. Is het dan... Ja, sorry? Ik denk niet dat dat... Je kan dat pas zeggen, denk ik, als die jongens prof zijn geworden. En zie bijvoorbeeld Koen, die rijdt een heel goed jaar. Dat zie je wel, die is natuurlijk al prof geweest. Maar die zie je gewoon dat die profwaardig is. Ja, Kasteleins, die rijdt wat minder in beeld. Maar dat is wel een profrenner gewoon geworden. Die is heel nuttig voor de ploeg. En ik weet zeker dat de jongen die nu de topcompetitie wint, dat ook gewoon wel een oké prof gaat worden. Hoeveel renners in die top 10 zou, als jij ze beheerde, afvaardigen naar een multiteam?
Nou, ik denk dat voor heel veel jongens juist ProConti een mooie tussenstap is. En het is ook mooi dat Roompot erbij is gekomen de laatste 3 jaar. Omdat dan heel veel jongens juist die er heel dicht tegenaan zitten die kans krijgen. Oh. Kijk, als je het hebt over profwaardig, die nummer 10 Kerkhoff, die is prof geweest. En de rest daarboven, die zit er dus ook dicht tegenaan. Ja, en als je kijkt, het is ook niet de topcompetitie wordt nu gelukkig weer belangrijker omdat er een profcontract te verdienen is. Maar er rijden natuurlijk ook nog wel Nederlanders veel in het buitenland die eigenlijk in zijn topcompetitie weinig te zoeken hebben. En daarom vind ik niet dat je dit ook dat de topcompetitie nou echt de leidraad is voor het Nederlands wielrennen voor de toekomst. Oké, als je goed rijdt topcompetitie word je een goede prof. Hoe belangrijk is die topcompetitie voor Delta Cycling Rotterdam? Nou, dit jaar niet zo belangrijk, omdat we alleen eigenlijk met Luc Buchter hebben gezegd van ga jij eens proberen al die wedstrijden klassement te rijden. En we zijn in Ierland geweest tijdens de omloop der Kempen. Maar van waar die afweging? Is dat omdat hij de enige is die kans maakt? Ja, kijk, je kijkt met de jongens dus naar van wat wil je dit jaar bereiken. Ja. En voor sommige jongens is de winst in de topcompetitie de snelste of de meest logische route naar de profs. Daar moet je dan vervolgens wel heel veel voor doen, dat moet ik van namens Jetsen Bol zeggen. Ik denk dat je als ploeg moet dat ook een beetje vorm krijgen in de eerste 2-3 koersen. En daarna maak je ook keuzes met een aantal jongens. Dus als Daan Meijers de eerste 2 koersen had gewonnen, was hij niet naar Ierland gegaan om daar een rit te winnen. Ja. Dan had hij nu een topcompetitie in de omloop der Kempen. Dat was eigenlijk wat ik net zeg. Kijk, ik denk dat je als jonge renner misschien wel beter kan onderscheiden in het buitenland. Want ja, de topcompetitie winnen, oké, dan krijg je een profcontract. Maar is dat omdat de topcompetitie niet selectief genoeg is of niet uitgebreid genoeg is? Nou, die is wel uitgebreid. Ik vind dat wel een mooie mix van koers is. En dat je zeker daar een goede winnaar gaat hebben, dat absoluut. Maar de kans is natuurlijk minimaal dat jij de topcompetitie wint. Dan moet je een heel jaar in principe goed zijn. Ja. Dat is wel lastig. En als jij een paar keer goed in het buitenland rijdt, ja, dan val je ook op. En dan kom je ook in de picture van profploegen. Ja, maar als je bijvoorbeeld zo'n Jasper Okkeloen ziet, die ook vaak die keuze maakt van doe liever een buitenlandse ritkoers, waar hij dan ook niet onverdienstelijk reed. Maar die lijkt die stap maar niet te kunnen maken, zeg maar. Nee, waarschijnlijk is hij niet goed genoeg. Nou ja, dan is dat misschien de simpele conclusie. Alleen vind ik wel dat die topcompetitie best wel veel waarde heeft, aangezien absoluut. Dit jaar ook zeg maar ploeg als Katjusha en Lotto Jumbo tegen mooie World Tour ploegen in dit verhaal stappen en met een stagecontract. Oké, het is maar een stagecontract, maar aan de andere kant, zo'n jongen als bijvoorbeeld Jasper de Laat of Adrien Jansen, die nu die truien dragen, krijgen wel een kans straks om op World Tour niveau te laten zien wat ze waard zijn. Of in een World Tour ploeg, laat ik het zo zeggen. Nee, prima. Ik ben een van de initiatiefnemers van Roompot en volgens mij waren wij de eerste die de topcompetitie weer een nieuw elan hebben gegeven. Ja. Dus dat, Frank, jullie hebben een flinke transformatie doorgevoerd binnen de ploeg. Waarom weer terug naar een opleidingsploeg? Nou, ik denk als Continental Team ben je de laatste stap na de vereniging richting een profcontract. En wil je jongens meehelpen vormen die 18, 19, 20 zijn en het niveau aan kunnen. En het enige wat je toe kan voegen is renners beter maken, een stukje daarin dat het vooral bij jonge jongens is. Ja. Nu zijn jullie ook helemaal teruggegaan naar onder 27. Dat is puur om dat opleidingskarakter extra door te voeren? Ja, kijk, we werken met 13 renners. Hè. En als je dan een beloftekoersen wil rijden, moet je sowieso al 6 of 7 beloften hebben. En daarnaast vind ik wel dat sommige jongens die een studie hebben gedaan of die wat later bloeien, dat je niet moet stoppen bij 23. En je hebt ervaring in de ploeg nodig. Jullie, wat vind je eigenlijk de algemene kwaliteit van opleidingsploegen in Nederland? Nou, ik denk dat het wel goed is. Ja. Zeker als je ziet bij vorig jaar dat bij Roompot een aantal jongens van verschillende continentale ploegen nu actief zijn. Ik denk dat het een goed teken is. Maar er werd natuurlijk vooral ook gevreesd voor bij het wegvallen van Rabobank dat er een ontzettend groot gat zou vallen bij het opleiden. Ja, maar dat valt tot nu toe mee. Maar ik denk dat je die conclusie pas over 1 of 10 kunt maken. Ja. Rabobank heeft natuurlijk heel veel, vooral Nederlands, maar ook buitenlandse jongens, of prof gemaakt wil ik niet zeggen, maar in ieder geval geholpen om die stap te maken. Als over 10 jaar blijkt dat er bijvoorbeeld een stuk minder Nederlanders die overstap hebben gemaakt, dan kan dat A liggen door het talent wat er toen wel was en nu misschien niet. Maar dat kan ook wel eens door de manier van opleiden. Of daaraan liggen, laat ik het zo zeggen. Hoe lastig is het eigenlijk om die talentjes binnen te krijgen, binnen de ploeg te halen?
Nou, het is lastig. Het is gezonde concurrentie. Je hebt ook een hoop Nederlandse talenten die in het buitenland rijden. Er rijden een paar jongens bij BMC-opleidingsploeg. Sunweb heeft een eigen opleidingsploeg. Dus ze zijn goed verdeeld. Misschien maakt het dat ook wel spannend over de ploegen. En voor ons als verhaal, hè, we komen terug van een ploeg die natuurlijk ook een paar jaar heeft gefocust op renners die terugkwamen van de profs of die wat ouder waren. Dus je moet jezelf wel weer gaan bewijzen. Nou ja, we hebben een trainer in dienst, een jongen van 26 die daar een verhaal aan kan vertellen. Jim van den Berg, die met Robiek heel veel begeleiding doet. Dus je hoopt echt vanuit de inhoud renners te trekken. Maar je weet ook nooit wat uiteindelijk de doorslag geeft. Hè. Wat is dat, dat iemand toch kijkt naar zijn portemonnee of naar dicht bij huis. Er zijn genoeg goede redenen te verzinnen voor een renner om voor een ploeg te kiezen. Maakt dat voor opleiden daadwerkelijk echt iets uit? Of je bijvoorbeeld 500 euro meer kunt krijgen bij een andere ploeg? Nou, nee. Voor sommige jongens wel. Maar dan denk ik dat je niet goed snapt welke fase van je carrière je zit. Als je geld wil verdienen, dan kun je beter een baan beginnen, denk ik. Wat is dan bij jullie dat jullie wel graag willen opleiden als ploeg zijnde? Ik bedoel, ja, je kunt met als je puur voor de uitslagen gaat, kun je als team ook meer geld verdienen. Nou, kijk, wij zeggen we willen mensen verder brengen met die fiets als middel. En groeien kun je natuurlijk, is het makkelijkste bij talent. Ja. Om te laten groeien. En ik denk ook dat het mooi is om iemand in die levensfase tussen 18 en 25 met topsport in aanraking te laten komen. En als ze dan geen prof worden of ze gaan niet tot hun 35e door, hebben ze wel een mooie ervaring meegekregen. Hoe sta je dan eigenlijk in de discussie over de opleidingsvergoeding? Want ja, je ontvangt niks als jij een prof aflevert. Nee, maar ja, dat, kijk, dat is lastig als je de Nederlandse ploeg een prof aflevert en je hebt een minimum salaris van 30.000 euro en er komt nog 5.000 euro opleidingsvergoeding bij, gaan ze misschien wel minder snel voor een renner kiezen van de Nederlandse opleidingsploeg, omdat die renner gewoon 5.000 euro duurder is. Ja, maar zou het niet gewoon UCI breed ingevoerd moeten worden dan? Ja, nee, dat lijkt me een hele goede stap. Ja, maar aan de andere kant, hoeveel waarde heeft Rabobank toegevoegd aan het opleiden van Tom Dumoulin? Nou, hoe kun je dat bepalen? Nou, je investeert in ieder geval in zo'n jongen in dat jaar. Jawel. Ja, je kunt precies zien wat je hem uitkeert aan salaris, aan kosten, aan trainingen. Jawel, dat snap ik wel. Maar de ene jongen is 4 jaar in dienst als belofte bij een ploeg. En bijvoorbeeld Dumoulin, als dat voorbeeld neemde, die was maar 1 jaar bij Rabobank in dienst. Ja, hoeveel waarde voeg je toe? Wat bepaalt die opleidingsvergoeding? Maar dan kun je toch ook kijken naar de ploegen waar hij daarvoor heeft gezeten. Dan kan zo'n parkhotel, bij het voetbal gaat het toch ook terug tot je eerste amateurclub. En ik denk dat het alleen werkt als je dus UCI breed regelt. Dus misschien moet het puntje 7 van Koeksen zijn. Ja. En dat gaat zelfs zover tot wanneer Groenewegen een stap zet vanuit Roompot naar Dan wordt Lotte er ook niks als hij een 2 jaar contract tekent bij Lotte Jumbo over 3 jaar. En hij heeft nog een doorlopend contract bij ons. Dan is er ook niks, wordt er ook niks geregeld. Het is gewoon ciao. Maar dat wordt niet. Ja, die regel is er natuurlijk, dat zomaar kan. Ja, je kan dat wel denk ik in de contracten vastleggen met renners. En dat zal in de toekomst ook denk ik wel vaker gaan gebeuren. Want het is natuurlijk wel zuur ook voor ploegen als jij gewoon een goede renner binnen hebt. Die heb je 2 jaar contract gegeven en die kan zomaar weg. Ja. We gaan naar de prijsvraag. En, de vraag van vorige week was welke 3 Nederlanders hebben meer ritzegens in grote rondes behaald dan Tom Dumoulin? Ja, dat was een beetje een tricky vraag, want het zijn natuurlijk veel meer Nederlanders dan 3. De prijs die is gewonnen door onze trouwe wielenflitsbezoeker Rahim Vlasblom. Ja, gefeliciteerd, want jij wint het prijzenpakket van Tax. De vraag van deze week is wie de laatste Nederlander op het eindpodium van het criterium du Dauphiné is. En we hebben 4 keuzes waar je uit kan kiezen. A. Joop Zoetemelk. B. Johan van der Velde. C. Robert Geesink. En D. is Thomas Dekker. En weet jij het antwoord? Abonneer je dan eerst op ons YouTube-kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En tweet het antwoord met hashtag WFLive. De winnaar die ontvangt een bijzondere prijs, namelijk de nieuwe en zeer exclusieve wielenflitspet. Ja, wie wil hem niet? De stelling van de week is het volgende punt. De 3-kilometer-regel moet uitgebreid worden, die moet opgerekt worden. Frank, wat is jouw primaire reactie daarop? Nee, het is prima zo. Die ploegen moeten normaal gaan doen in de laatste 10 kilometer. Mee eens, Jury? Ja, want ik denk als je die kilometerregel verplaatst, dan gaat iedereen, of al die klasse mensen, stel je rekt, ligt hem op 5 of 10 kilometer voor de streep, krijg je hetzelfde ritueel, maar dan eerder. Bovendien, waar leg je dan de grens? In welke etappe geldt die regel wel van 5 of 10 kilometer? En in welke etappe niet? Ja, maar dat is natuurlijk nu al gelijk met waar. Jawel, maar geldt 3 wel kilometer voor het einde is natuurlijk een stuk korter dan bijvoorbeeld 5. Als er bijvoorbeeld op 4 kilometer van de streep een topje ligt, ja, of wat dan ook, kun je misschien nu nog aanvallen en dan niet meer. En een flexibele limiet, zou dat helpen? Nee,
denk niet. Ik denk dat je altijd hetzelfde probleem houdt. Dat wringen blijft tot het moment wanneer iedereen veilig is. En dan dat de rust terugkomt. Michael? Nou ja, ik heb daar zelf tussen gezeten natuurlijk. En ik heb nog meegemaakt dat het kilometer was. Dus dat was de eerste, was het gewoon op een kilometer. Maar er wordt heel vaak verkeerd over gedacht. Hè? Mensen denken van oké, als je bij die 3 kilometer bent, dan is het klaar. Maar dat is natuurlijk niet zo, want er kan gewoon een gat vallen nog in de laatste 3 kilometer. En dan verlies je gewoon die tijd. Het is als je een valpartij hebt of een lekke band. Dus, nou, ja, een van de punten die zou zijn aangenomen is dat je in ieder geval voor de klassementsrenners een sprintrit op 3 kilometer de tijd opneemt. Dat die zich kunnen laten uit. Ja, maar dat doen ze niet, want die klassementsrenners die zitten gewoon van voren bij de 3 kilometer. Die blijven daar ook. Je ziet niet in de peloton. Als dat zou worden ingevoerd, op 3 kilometer voor de klassementsmannen, hun tijd. Dat ze weg mogen. Dat sprinters. Dat zou het een beetje raar vinden. Ik bedoel, dat is koers. Hè? Ik bedoel, dat zijn nou eenmaal de regels. Dan ga je ook een hele rare situatie krijgen. Dan krijg je 3 kilometer en hou iedereen zijn poten ineens stil. En dan, behalve de sprinters. Ja, nou, dat is. Zou dat een oplossing zijn volgens jou, Frank? Dat gaat nooit gebeuren. Het is ook moeilijk te controleren, denk ik. Ja, in een tijd dat Hammer Service er doorheen komt, dan moet zo'n regel toch ook wel lukken? Nee. Het zou misschien wel. Ik denk dat er heel veel jongens blij mee zijn als het zo zou zijn. Want het is natuurlijk wel. Je hoort vaak genoeg sprinters roepen. Wat doen die klassementsmannen er allemaal voor voren? Dus ik denk dat die sprinters er heel blij. Maar ja, tuurlijk, ja, die gasten die moeten ook. Als jij 10 seconden verliest omdat het een gat valt. Ja. Ja. Ik snap wel dat die jongens daar gaan wringen. Nou, ik denk dat je ermee moet experimenteren. Je kan best in wat kleinere koersen. Er zijn nu zoveel World Tour koersen. Dat je ook daar wel een keer kan proberen om te kijken hoe dat werkt. En ik zag net toen ik hierheen kwam ook 15 punten van de KNWU. Waar ze mee bezig zijn om het. Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker. Het fietsen. En ik denk dat dat ook als UCI je rol is. Nou, laten we dan proberen om het wat makkelijker te maken. Maar dan zou je moeten zeggen. Bewegen. Eel die regel weg en finish op de finish. Alles wat er gebeurt, wordt erbij. Nee, ik zeg je moet experimenteren met die 3 kilometer. Dat die klassementsrenners hun tijd wordt opgenomen. En verder gewoon die 3 kilometer regel zo laat is, mijn gevoel nu. Maar het is wel een kleine aanpassing. Ruikt dat goed? Nee, ik zeg als het experiment werkt, kun je zeggen dat gaan we doen. En anders hou je het zo als het is. Ja. Ga door naar de agenda van de week. Want de hele week zaten veel koersen op het programma. Dat begint al bij het Criterium du Dauphiné, waar we het zo over gaan hebben. Want die is namelijk gisteren begonnen en die duurt tot zondag. Woensdag gaan de vrouwen in de Women's World Tour weer van start in de Energy Women's Tour. En is ook de ronde van Slovenië die dan start. Donderdag wordt in Zwitserland gekoerst om de Grand Prix du Canton d'Orgoivie. Zaterdag start die andere voorbereidingskoers op de Tour, namelijk de ronde van Zwitserland. En zondag 3 koersen op het programma met Roentum Kulm. De ronde van Korea en de ronde van België. En dat is dan door Belgisch Limburg. Ronde van Limburg, wat zei ik? Ronde van België. Ah, ronde van Limburg bedoel ik. Dauphiné, die is dus gisteren gestart. Laten we even kijken wat we de komende weken kunnen verwachten. Met onze roze Tom nog steeds op ons netvlies, dendert het peloton alweer rustig verder. In Frankrijk is het Criterium du Dauphiné onderweg. Een voorproefje op de Tour de France van dit jaar. De koers ontstond in 1947, net na de Tweede Wereldoorlog. Bernard Hinault, Nello Lauredi, Charlie Mottet, Luis Ocaña en Chris Froome zijn met 3 eindzegers recordhouder. In 1980 was Johan van der Velde de eerste en gelijk ook laatste Nederlandse winnaar. De glooiende tijdrit van 23,5 kilometer is woensdag het eerste examen voor de klassementsrenners. Tijdens de laatste 3 dagen wacht er klim- en klauterwerk. Vrijdag is de Mont du Chat de scherprechter, waarna we zaterdag een alternatieve aankomst op de Alpe d'Huez krijgen. En als slotstuk wacht zondag finish bergop Plateau de Solaison. Alle topfavorieten voor de Tour staan aan de start. Chris Froome kan gaan lopen met zijn 4e eindzege. Dat zou een record zijn. Richie Porte, Alberto Contador, Romain Bardet en de Dekselse Alejandro Valverde willen daar uiteraard een stokje voor steken. Maar hoe belangrijk is de Dauphiné in aanloop naar de Tour? Ja, Michael, hoe belangrijk is hij? Superbelangrijke koers, super zware koers. Ik denk dat je. Vroeger was het vaak zo dat er een renner die Dauphiné goed reed in de Tour net wat minder was. Maar we hebben nu wel met Froome gezien dat het vaak wel doorgetrokken wordt. Ik ben zelf heel benieuwd hoe het tussen Froome en Contador gaat. Ik
heel erg gespannen over hoe Contador zijn trainingsstage heeft gedaan. Of hij nog een keer echt op zijn oude niveau kan komen en het Froome nog lastig gaat maken. Ja, wat vermoed jij, Jury? Ja, ik weet het eigenlijk niet zo heel goed. Of tenminste, in die zin weet ik het wel. Maar ja, ik hoop ook eigenlijk dat Poort zich in die tweestrijd mengt. Zodat we hopelijk een spannende Dauphiné krijgen. Maar wat misschien ook wel een beetje een voorbode is voor de Tour straks. Ja, hij is supersterk bezet met waar nou een klassementsman vertegenwoordigt. Ja, het is een serieus koersje. In ieder geval geen Zwitserland. Enig idee waarom die afweging is gemaakt? Misschien omdat hij iets verder op de Tour zit. Ja. Zwitserland is een week later afgelopen. En je ziet weer dat ze de trend tegenwoordig weer dat ze op hoogte gaan. De koers rijden, dan nog even terug op hoogte gaan. Dus ja, dan heb je, als je Dauphiné rijdt, heb je daar meer tijd voor. Ja. Als we even kijken naar jouw jaren als profwielrenner, je had steeds een andere aanloop naar de Tour de France. Van waar steeds die wisseling in? Ster Electro Tour, Zwitserland? Ja, Ster Electro was omdat toen mijn zoontje was geboren. Dus was ik in die periode, tijdens Dauphiné werd mijn zoontje geboren. Dus dat ging niet. In het begin van mijn carrière, eigenlijk mijn eerste Tour, ja, toen was ik natuurlijk vrij jong. Dan ga je niet een heel zwaar programma rijden. Dus dan reed ik gewoon de Ronde van Zweden, Luxemburg, Zweden. Tweede jaar Dauphiné gereden, dat ik Tour reed. En toen werd ik ook vierde, denk ik. Ja, ik stond derde, maar ik viel de laatste dag. Ik werd vierde. Maar dan was Dauphiné voor mij echt een doel. Weet je, ik wist dat ik in de Tour nog niet heel veel ging klaarmaken. En dan had ik me gewoon echt gericht, heel de maand mei, gewoon echt goed getraind om Dauphiné goed te presteren. Omdat het gewoon een op zich staande koers is. En, ik heb ook Zwitserland gereden, ik heb Giro gedaan. Dus ja, het is, maakt op zich niet zo heel veel uit, denk ik. Het is ook vaak voorkeur van een renner, weet je. Daar ben ik een keer mee goed geweest, dus dat ga ik dan weer doen. Zo zie je het vaak. Maar. Welke vind jij eigenlijk mooier om te kijken, Jury? Dan toch Zwitserland, maar dat komt meer door de plaatjes buiten de koers om, denk ik. Ik vind Zwitserland een mooi land om te zien. Hoe zit het voor jou, Frank? Nou, ik denk wat als het een spannende koers is, dat belangrijk is. Dat je dat wil zien. En dan maakt het niet zoveel uit in welk gebergte, of dat het ten westen of ten oosten van de grens is van de Alpen. Sam Omen staat op de deelnemerslijst voor Sunweb. Wat mogen we van hem verwachten? Nou, het is wel grappig, die laatste rit naar het plateau du Solesson, daar eindigde ook een rit in de Tour de l'Avenir van 2014. Dat zagen we net in het filmpje, daar werd hij tweede, maar die heeft hij later achter de groene tafel gewonnen, omdat die Kazak op doping is betrapt. Reed natuurlijk een goede Tour of California, dus ja, ik ben heel benieuwd wat hij in dit eigenlijk hele sterke deelnemersveld kan klaarspelen, want een echte kopman is er bij Sunweb niet. Bij Lotto Jumbo staat Clement al op de deelnemerslijst, net klaar. Uit de Giro. Oh, heeft hij wel eens vaker gedaan, volgens mij, een aantal jaren terug, dat hij een goede Dauphiné reed. Goed klassement ook reed. Ja, dat kan, hè. Ik bedoel, als jij goed uit de Giro komt en dan wil je nog even profiteren van die goede vorm. En dan is Dauphiné natuurlijk een perfecte koers om te rijden, omdat Zwitserland weer later begint. En, dan kan het alweer een beetje bergafwaarts gaan. Gisteren werd de openingsrit gewonnen door Thomas de Gent in een solo. Doet jou dat nog altijd wat als oud collega? Ja, zeker. Thomas die heeft natuurlijk wel vaker een openingsrit gewonnen. Ik weet nog dat hij de ene laatste rit in Parijs-Nice won. En toen ging ik naar Parijs-Nice toe, omdat vanuit mijn rol communicatie, toen vond ik dat hij wat onhandige uitspraken had gedaan. Ik zou een gesprekje met Van Poppel en met hem hebben. En toen reden we na de dopingcontrole terug van de finish naar het hotel. Toen zei hij, is dat gesprek nu nog nodig? Weet je, dan had hij zo altijd koos hij zijn momenten uit. Zo had hij ook, zat hij voorop met die Essen, Tarmee. En toen zei Tarmee ging pissen of zo. Thomas zei, nee, ik ga niet pissen, want ik moet straks nog bij de controle. Toen keek Tarmee hem zo aan van, dus jij gaat winnen. Zulke verhalen had hij altijd. Dus nee, ik ben wel een fan van de Gent nog altijd. Ja, nou, het is wel een beetje een fenomeen aan het worden natuurlijk. Dat hij steeds maar, dat aanval is natuurlijk zijn handelsmerk. Maar er zijn heel veel renners die dat als handelsmerk hebben. Maar hij wint wel vrij vaak, vind ik, voor rennen die maar op dat hij vrij weinig wint. Voor rennen met zoveel kwaliteiten. Jawel, maar hij kan maar één trucje bewijs van. Hij doet dat trucje omdat hij natuurlijk, als de druk wordt opgevoerd, hij meer moeite heeft. En daar heeft Mike wel een punt. Hè. Daar heeft hij, daarom zegt hij, dan ga ik maar aanvallen of me op afstand laten rijden en dan aanvallen. Omdat hij wat moeite heeft met die druk. Maar het is ook wel heel knap wat hij doet. Want als er in het eerste uur 50 wordt gereden om weg te komen, dan is hij altijd mee, omdat hij dat ook heel goed verteert. Ja. Hij zegt dan in het begin van, ik ga voor de bergtrui. Is dat dan om zichzelf een beetje in te dekken in die druk?
te vragen. Nou, ik weet niet wat de ploeg van hem verlangt. Misschien kennen ze hem ondertussen ook wel goed genoeg. Ik heb me laatst laten vertellen dat als er nog een koers werd zoals in de tijden van Merckx, dat de Gent vrijwel alle grote ronden zou hebben gewonnen. Jullie kennen hem iets beter dan een van de gasten die hier aan tafel zat. Goed, gaan we achteraan. We gaan naar ons afsluitende item en dat is de Bohannibox. Nou, we zien hier de uitslag van vorige week, of wel de tussenstand. Ja, Frank, met jou te beginnen. Vind jij dat hier zo een flinke duw in de rug verdient? Een duw in de rug is de keuze? Of nou ja, of eigenlijk een flinke tik op de neus. Ja. Nou, ik dacht, nu de Dauphiné is begonnen in de aanloop naar de Tour, toch even preventief die meerenners die je straks gaat krijgen in de bergen. Misschien nu al de idioten deze, langs de weg. De idioten langs de weg. Nu kunnen ze nog even bedenken naar welke bergetappen ze gaan, maar in ieder geval niet doen. Ik zou zeggen, voor al die mensen die zich eraan irriteren, geef hun die harde klap. En dan gaan we zo meteen kijken waar jij in de tussenstand daarbij zal komen. Met een score van 384. Denk ik niet dat je daarmee al in het linker rijtje gaat komen. Juri, jij hebt al een keertje mogen slaan. Dus dat wordt het record proberen te verhogen van jezelf? Ja, dat ga ik wel proberen natuurlijk. Wie gaat het worden? Ik ga een dreun uitdelen, geen fysieke dreun, maar een letterlijk figuurlijke dreun. Dat raak ik helemaal. Ja. Aan Robert Gesink. De druk op die ploeg is toch wel redelijk groot na de jammerlijk mislukte Giro met Kruiswijk. Dus ik hoop eigenlijk dat die druk die nu op zijn schouders... Harde zet in de rug dus? Ja, een harde zet in de rug, dus ik ga wat harder slaan. Daar gaat hij. Je weet nog welke score je moet verhogen? Ja, hij is open. Ja, dus ruim eroverheen. Dus wel in het linker rijtje met 670. Nou, we gaan hem verwerken. Dank voor het kijken. Volgende week zijn we er weer. Graag tot dan. Mazzel.